Dit weekend wordt er sneeuw verwacht. Je hoorde het Robert de Vries het vorige uur vertellen. Maar toch komt het voorjaar alweer dichterbij. Misschien dat het een moment is om te gaan zeilen. Bij zeilschool De Randmeer in Biddinghuizen verwachten ze dat veel mensen dat dit jaar weer gaan doen. En daarom gaan we nu praten daarover met Erik Juring van De Randmeer. Erik, goedemiddag. Goedemiddag. Want ja, we zitten pas begin februari, maar jij gaat ervan uit dat dit weer een goed zeiljaar wordt? Ja, daar gaan we zeker van uit. We hebben vorig jaar gezien dat het heel druk op het water geweest is. En nou, sterker nog, er wordt vandaag gezeild. Er wordt vandaag gezeild, ben je dat? Waar? Ja, gisteren belden mij wat mensen die graag het water op wilden. En dit was uit één huishouden, dus dan mag het op het moment. En die zijn op het moment van de zon en de wind aan het genieten. Maar waar zijn ze dan aan het zeilen nu? Bij ons voor de deur. Oh, wat grappig. Bij Biddinghuizen. Ja. Het is toch mega koud? Wat heb je dan wel niet allemaal aan? Nou ja, vandaag valt het mee. Het is 9 graden en er staat een zonnetje. Maar ja, voor elk weer zijn er natuurlijk, is er kleding te krijgen. Dus ja, het is eigenlijk nooit slecht weer. Je hebt af en toe alleen slechte kleding. Nou ja, zondag krijgen we een sneeuwstorm. Ik weet niet, dan lijkt het me beter om niet te gaan zeilen, toch? Dan is het wel verstandig om aan land te blijven. Ja. Dus zondag dan zitten we lekker allemaal thuis. En dan gaan de kinderen de sneeuw in en gaan we sleetje rijden. Ja. En daarna hopen we zo snel mogelijk weer het water op te gaan. Ja, want jullie verhuren boten en geven zeilles. Laten we eens even naar het afgelopen jaar kijken. Ja, iedereen werd geconfronteerd met corona natuurlijk. Wat heb je nou moeten aanpassen om de lessen door te kunnen laten gaan? Nou, wat wij hebben gedaan in het begin, ja, was toch wel spannend en hebben we eerst eens een beetje aangekeken en uiteindelijk hebben we besloten om onze lesopzet wat aan te passen. En door de instructeur van boord te halen en in een begeleidingsbootje, een motorbootje te zetten. En de cursisten ja, eigenlijk vanaf les 1 zelfstandig in de zeilboot te laten varen, hebben we toch heel veel lessen kunnen draaien. Ja, want ja, is dat dan wel moeilijk om het dan een beetje in de vingers te krijgen als je op die manier les krijgt? Ja, daar waren we in het begin heel bang voor. Dus ik had heel veel instructeurs die zeiden, nou, dat kan niet, dat werkt niet. Hè, want ze moeten dan hun eerste les zelfstandig wegvaren. Maar in de praktijk is toch gebleken dat het wel lukt. En dat we zelfs hebben gezien dat de meeste mensen er een stuk zelfstandiger van geworden zijn binnen de 6 lessen die we aanbieden. Ja. Zeg, nou, heb jij vorig jaar een scootje aangeschaft? Het lag al een tijdje bij jullie in de haven. Vertel eens, wat zit daarachter? Ja, dat is een verhaal die lag al 3 jaar bij ons in de haven via een Duitse zeilpartij. En ja, die moesten de boot helaas verkopen. En ik had aangeboden om te helpen met het schip verkopen, omdat zij vanuit Duitsland dan niet voor elke bezichtiging naar Nederland hoefden te komen. En toen ik zelf voor het eerst aan boord ging kijken, vond ik het zo'n ongelooflijk mooi schip met zo'n mooi verhaal, dat we eigenlijk hebben gekeken of we het niet zelf konden kopen. Ja, en dat heb je gedaan nu? Ja, dat hebben we gedaan halverwege vorig jaar. Natuurlijk voorzagen we wel dat we in ieder geval in het vorige jaar en wellicht ook in een deel van dit jaar met die boot nog niet echt omzet konden draaien. Maar we hebben gekozen om dan die tijd te gebruiken om het schip helemaal weer vaarklaar te maken. En dan hopen we als straks de markt ook voor met groepenvaren weer open gaat, dat we er ook gewoon mooie producten mee kunnen varen. Ja, mooie producten, ja. Ja, ik wou niet zeggen, want dat zijn dan de plannen van de scootje, dat je dat gaat verhuren en dat je dagtochtjes maakt? Ja, we willen eigenlijk vooral inzetten op dagtochten, omdat we natuurlijk op 2 grote vakantieparken zitten met Molenkaten en Landal. Zijn er heel veel mensen die gewoon lekker het water op willen. En dat kan natuurlijk zelfstandig met een sloep of met een zeilbootje. Maar dat kan ook prachtig met het scootje uit 1903 om op een hele andere manier weer op het water te zijn. Ja, 1903, dat klinkt alsof je moet oppassen dat hij niet zinkt. Maar dat is hopelijk niet zo. Nee, het is een varend erfgoed waar heel goed voor gezorgd wordt. En wat bovendien om de 3 jaar volledig gekeurd wordt. Dat doen we samen met de verzekeringsinstantie. En nee, dat is wel heel veilig. Ja, ik kan me voorstellen dat nou, jij zegt inderdaad varend erfgoed, dat ook wel een grote aantrekkingskracht heeft dan voor mensen.
Ja, dat merken we. Dat zien we als eigenlijk zo gauw we op de haven hier met de boot bezig zijn, dan betrekt het al bekijks. Dus dan zijn de balkonnetjes bij land al vol met mensen die foto's maken, video's maken als we wegvaren en terugkomen. Dus er zit absoluut een unieke aantrekkingskracht in. Ja, jullie kijken al vooruit richting Pasen. Ja, mocht dat allemaal doorgaan, 5 april, dan hebben jullie een open dag. Pasen gaat door, toch? Ja, Pasen gaat natuurlijk wel door, maar jullie hebben grote plannen. Of die plannen dan wel door kunnen gaan, want jullie willen gaan paaseieren zoeken. Hoe zien jullie dat voor je? Ja, zeker. Wij verstoppen tijdens Pasen graag eitjes op boten, op boeien, op het land. En nodigen graag al onze vertrouwde klanten en al onze mogelijke nieuwe gasten uit om die eieren te gaan zoeken. Is dat een traditie? Ja, dat is een traditie bij ons op de zeilschool. Dus het kan maar zo gebeuren dat als je dan een boot huurt en je hijst het zeil, dat er opeens 3 chocolade-eieren naar beneden komen vallen. Ja, want eigenlijk april is meestal de aftrap van het watersportseizoen. Maar ik begrijp dus dat voor jullie dat seizoen nooit stopt. Als je nu ook weer een zeilboot hebt weten te verhuren voor mensen die nu op het water zitten dus. Ja, dat is eigenlijk wel een trend van de laatste jaren. Toen ik begon met mijn zeilschool 15 jaar geleden, waren we in de winter gewoon dicht. Alle boten op de kant en er gebeurde er niks. Maar wij ontdekten eigenlijk door zelf veel te varen in de winter dat het prachtig was. En steeds meer mensen ontdekken dat. Ja. Ja. Je mag je eigenlijk wel gelukkig prijzen als ondernemer, hè, in deze tijd, als ik het zo hoor. Ja, wij hebben ongelooflijk veel zorgen gehad aan het begin van het vorige seizoen. Maar wij hebben gezien dat daar waar de Nederlanders niet naar het buitenland gaan, ze toch de dingen gaan doen die mogelijk zijn. En dan blijkt Nederland toch wel een heel prachtig watersportland te zijn. Ineens zijn de Nederlanders de Duitsers, zo'n beetje. Want dat zal je wel veel klanten van hebben gehad, Duitse klanten. Ja. Erik Juring van Zeilschool en Bootverhuur de Randmeren in Biddinghuizen. Hartelijk dank en een goed verder een jaar toegewenst. En ontzettend veel succes met behouden vaart met Scootje. Ja, ik hoop dat we elkaar de volgende keer een keer spreken als we aan boord en live op het water zijn. Zo moet het zijn.